Nou, op zich is jong levendig, ziet er goed uit, voelt goed, is lekker warm. Alleen het probleem zit nu niet in het jong, maar meer in de moeder. Ze heeft gisteren heel slecht gegeten, gistermorgen goed. Op het moment dat ze natuurlijk geen vocht binnenkrijgt, dan droogt de melk natuurlijk ook op. De moeder is vanmorgen bijgevoederd om te zorgen dat zij genoeg heeft. Zodat eventueel energietekort niet ten koste van de melkproductie gaat. Het resultaat. Maar het jong heeft toch nog iets te weinig melk binnengekregen. Dus Christian voedert hem iets bij. Ik ga hem niet te veel bijgeven, dat ik hem wel goed graag hou. Zodat hij zometeen wel weer bij moeder gaat proberen.